Randje Buitenspel, de podcast. Welkom bij Randje Buitenspel, nummertje 121. Met vandaag natuurlijk het allerergste, slechtste Ajax ooit. En wat gaan we doen? We gaan Rob feliciteren, want het kampioenschap zit waarschijnlijk nu toch wel heel erg duidelijk in de tas. Thijs is... lekker op weg naar die derde plek. Dus Champions League voorrondes. En we staan al heel lang dertigers. We zijn niet op weg. Ja, maar dat is nu al heel lang. Nu door het geklungel van AZ is dat wel echt in kannen en kruiken. En Tim, gefeliciteerd met een historische overwinning. Mijn naam is Wilke Terwijn. Ik ben voor Ajax. Tim Hartog voor Feyenoord. Rob Scheepers voor PSV. En Thijs Kemperink voor FC Twente. We zijn weer compleet. En we gaan het hebben over iets wat mij dicht bij het hart staat. Wat mooi dat je die intro zo aan het rekken bent. Ik doe alles om die wedstrijd niet te hoeven te bespreken. Wanneer zijn wij begonnen met deze podcast? Wilco? Like, subscribe, klik. Deel, nog meer. Wanneer zijn wij begonnen met deze podcast? Is dat 3 jaar geleden? 121 afleveringen geleden, ja. Dus 3 jaar geleden. Als wij 3 jaar geleden begonnen waren en we hadden toegezegd over 3 jaar hebben we op maandagochtend een podcast... waarin we een team gaan bespreken dat in de afgelopen competitie allerlaatste gestaan heeft. In de beker uitgeschakeld is door amateurs. Een seizoen draait zonder Europees voetbal. En met 6-0 verliest in de Kuip. Hoeveel procent van ons zou dan Ajax hebben gezegd? Sterker nog, als je dat interview op straat zou doen, Wilco. Hoeveel procent van de mensen zou op dat moment Ajax hebben gezegd? Nou, ligt aan waar het interview houdt. Ik denk een paar hardcore Feyenoord liefhebbers. Niemand had Ajax. Niemand. Nee. Het is ongelooflijk. En er was 6-0 nog geflatteerd. Ja. Zal het juist hebben nog. Ja, geflatteerd in de negatieve zin des woords. Ja, precies. Ja. Nee, jongens, ja. Wat ik al gezegd had, er is echt de enige manier om gewoon iets van dit seizoen te maken is als Ajax-fan om op een hele dikke overwinning van Feyenoord te gokken. Zodat je nog iets van centen terugkrijgt. Want het is echt... Oh, het is zo... Het hele seizoen al is alsof je anaal gevisiteerd wordt met een kaasrasp. En dan krijg je dit er nog bij. Weet je? Het is ongelooflijk. Hoeveel gifbekers hebben jullie, joh? Nou, we hebben de hele collectie. We hebben een gifbeker met de grote oren. Dat is geen beker meer hoor. Daar gaan complete vrachtwagens gewoon naartoe. Oh, jezus. Het was slecht. Maar dat wisten we al. En we wisten ook al dat voetbal slecht is. Maar echt waar, alles wat bij jullie wordt aangenomen waarvan je denkt, dit kan het begin zijn van de ommekeer, maakt het nog erger. Dus, jezus man. Het is zo'n gigantische tyfus medelijden. En dat is echt kut. Oh. Ja, jij niet. Oh, ik zit daar niet. Zal ik ook even beginnen met praten in deze podcast? Want, je hebt even mogen popelen. Nou, jullie mochten eerst in de ruimte apart voordat Rob en ik binnenkwamen. Dus jij hebt al in je eentje loom genieten, meneer Hartog. Nee. Ik heb heel braaf naar gewoon professionele dingen gevraagd. Ik heb echt zo heel erg met een strak gezicht. Hoi Wilco, hoe is het? Heb jij de sneeuwketting al van je auto? Ja. Lekker hè, lente? Ja, die sneeuwketting zat er gisteren wel op bij Ajax. Het was echt... Ik had wel op voorhand, dat moet ik even bijzeggen... want er wordt inderdaad gezegd dat de slechtste Ajax ooit, et cetera... en dat zal. Maar je hebt op voorhand, had ik zoiets van... je kan eigenlijk als Feyenoord kun je het niet goed doen, deze wedstrijd. Want als je hem wint, doe je eigenlijk wat er van je wordt verwacht. Terwijl het is niet zo gewoon dat Feyenoord alsmaar wint van Ajax. Tweede, als je een kleine overwinning hebt, zegt iedereen... nou, het was eigenlijk niet zo goed. Dus je kon het eigenlijk niet goed doen. En gisteren deed Feyenoord het goed. Dus ze hebben gewoon gedaan wat ik heb echt... Dit had echt flashbacks naar die 10-0 tegen PSV. Je echt zag van ja, als ze nu echt... want ik dacht bij die 3-0 in de rust nog van... nou, ze gaan zich een beetje inhouden, weet je wel. Schakel je vaker wat terug... Ja, ze bleven gewoon gaan. Het is echt bizar. Slot zat bij minuut 90 nog steeds te schreeuwen. Omdat ze volgens mij wisten, Timber ook na afloop, ze wisten donders goed dat ze een record konden neerzetten. Tegen hun aardsrivaal. Dus dat is ook neergezet. En het was gewoon, als je dan ook nog twee penalties en een rode kaart krijgt, Dan kun je nagaan, dan had het gewoon nog erger en groter kunnen zijn. En meer kunnen zijn. Want het was echt bizar. Wat kan de VAR of de scheids aan reden aanvoeren dat Bergwijn voor die klap geen rood krijgt? Het staat op beeld. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb geen idee. Kun je 3 keer terugkijken, 10 keer terug. Volgens mij doet hij het ook gewoon om rood te krijgen. Het is... Ja, bijna wel. En je ziet hem daarna ook niet. Mag ik weg? Is dat onschuldig? Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje stiekem zo door het zijtoneel. Terwijl de voorstelling bezig is. Ja. En je achteruit. Ziet overal worden de tomaten gegooid. En iemand van het stille spel, die zie je dan gewoon zo schuin. Nou, je zag hem ook gewoon aan de scheids vragen van, dit is toch rood? Ja, mag ik alsjeblieft rood? Hij ging zelf om die kaart vragen. Ja. Nee, maar het was gewoon bizar. Dat is de reden waarom je het niet kreeg. Want wie vraagt, wordt overgeslagen. Nee, maar het is toch bizar? Ik vond het echt. Het was gewoon... En weet je, kijk... Er zijn twee handsballen en dan vond ik allebei hands, maar daar kan je nog altijd over discussiëren van joh, dat is interpretatie, bal en weet je wel, hand langs het lichaam. Daar heb je een VAR voor, dit was geen interpretatie, dit was gewoon 2 keer hands. Punt. Ja, vond ik, maar dat kan je nog zeggen. Maar Bergwijn die gewoon dit doet, dat vind ik veel erger dat iemand gewoon spel bederft en dan gaat het... Maar de grap was, ik zei het gisteren al... maar zelfs dit was best wel slecht, hè? Want in de studio voetbal... Zelfs die klap was best wel slecht. Want in studio voetbal... zeiden ze, oh, dat is een hele harde klap. Maar als jij met iemand meerent... Ja. In die snelheid kan die klap nooit echt super hard zijn. Dus een klap wordt pas hard als je tegen... Ja, maar het lijkt me niet heel relaxed om hem zo te krijgen. Het is niet fijn, maar zelfs dat kan hij niet. Nee. Nee. Hij had natuurlijk tegen de looprichting in moeten slaan. Natuurlijk. Ja. Hij had terug moeten mappen. Ja. Dit was gewoon aanduwen eigenlijk wat hij deed. Ja. Ja, maar ik denk dat de VAR ook besloten heeft. Dat was gewoon een schouderklopje van je bent goed bezig, joh. Het was trouwens, de VAR was Dieperink. En Dieperink was ook de VAR tijdens die handsbal van Prupper. Weet je dat nog? Vorig seizoen bij Twente Feyenoord. Dus ik denk dat Dieperink gewoon... Maar ik denk dat Dieperink is niet volgens mij een scheidsrechter, maar dat is gewoon het woord voor, weet je, je hebt dat ook bij je, wel eens bij je rechtszalen, weet je, of rechtszaken, dat je zo'n anonieme getuige hebt. Die heeft dan de Mrs. Jones heet dat volgens mij in Amerika. En de Dieperink is volgens mij gewoon een anonieme slechte VAR. Dus dat is gewoon een niet bestaande persoon. Maar dat hij ook nog daarna tof gaat doen tegen Nieuwkoop, zag je dat? Die Bergwijn, zo wet. Ja, met zijn freedom op zijn wang. Ja, precies. Love. En dan wel klap uitdelen. Is die tato op zijn wang? Ja. Hij heeft nu hier zo'n dingetje... Ja, het is echt... Sinds wanneer? Ik denk sinds 2 weken of zo. 3 weken? Ja. Ja, het is echt... Sinds wanneer zijn jullie hè, de club, de allure club, wat fluwele voetballers, hebben jullie voetballers in huis met tatoeages in hun gezicht? Ja, nou ja, Bergwijn is wel echt een van de grootste miskopen geweest die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar weet je wat mij zo opviel? Tim, maar je had net over interpretatie. Ja. Maar ik bedoel, dan nog zit een groot verschil in. Want de scheids die fluit voor een zwalbe door de VAR wordt teruggeroepen voor een panel. En toch zegt, nee, ik vind toch een zwalbe. Ja. Dat meegekregen? Nee. Ja, bizar. Wat was dat dan? Hij had dat niet meer gekregen. Nee. Bas Nijhuis. Bij Haken, toch? Tenminste, bij Go Ahead. Ja. En die... voor mij was de speler van... Ja, ik weet niet of dan Go Ahead tegen RKC. Wat was de wedstrijd? RKC was tegen... Almere City. Go Ahead, Almere City. Ja. En een van de jongens die viel... En Bas was dus heilig van overtuigd dat het zwalbe was... En kijk je terug, denk je wel van ja, die speler valt eerder dan dat hij geraakt wordt. Maar wat wel iets aangeraakt is hoor. Dus daar mag je over discussiëren. Maar de VAR had gezegd, Bas, ik denk dat je toch weer moet gaan kijken. Want het is geen zwalbe, jongen. En hij loopt terug. En je ziet ook iedereen lachen, want je voelt je kut natuurlijk. Jij hebt gefloten voor een zwalbe. En hij loopt weg. Hij lacht ook een beetje naar de spelers van ja, misschien heb ik toch mis. En hij kijkt op zijn schermpje en zegt, nee. Terug. En verdomme, zwalbe, klaar. Ja, dat vind ik wel stoer, toch? Ja, ik ook. Nee, mijn toffe interpretatie. Ik heb nog eens teruggekeken. Ik vind je nog steeds een aansteller. Ik heb ooit, mijn vader vertelde ooit dit verhaal, dat er een leerling bij hem in de klas zat. Of, hij zat op de middelbare school, hij is nooit docent geweest. Maar een leerling bij hem in de klas, die ging zeiken bij de leraar omdat hij een 6 had gehad en hij vond dat hij een 7 moest krijgen. Ging die leraar het nog een keer nakeken, bleek het een 4. Zal ik eens een verhaal vertellen? Ja, maar daar zit je voor, toch? Ik zat in de klas naast Johan Dahmen. En Johan Dahmen was ook niet zo'n grote ster in Duits, net als ik. En Johan Dahmen had een lumineuze idee, want hij zaten op de begane grond van een of andere noodbouw, om een spiekbrief buiten neer te leggen, op de grond. En hij zat aan het raam. Dus hij kon dus, als hij een beetje uit het raam ging leunen, kon hij de spiekbrief lezen. Nou, daar viel op. Toch wel, hè? Daar viel op. Dus die leraar die had hem eens in de gaten zitten houden. Hij zat er buiten te loeren. En toen zei hij, Damen, overeind. Dus die moest een papiertje inleveren. En die is omgelopen, die leraar. Die heeft buiten het spiekbriefje gepakt. En toen kregen we de week erop, kregen we het toets terug. En toen zei hij, Johan Dahmen, kijk eens aan. Ja, je had een 4. Maar goed, je zat te spieken. Ik heb de fouten op het spiekbriefje meegerekend. Je hebt nu een 1. Die had gewoon zoveel fouten als een spiekbriefje. Die had ik gewoon meegeteld. Dat is nog een bizarre verhaal. Nou goed. Maar jongens, even, dit is wel al het negatief, hè, tot nu toe. Laten we even gewoon kijken naar het positief. Feyenoord was echt waanzinnig. Ja. Ja. Echt zoals in de eerste seizoenshelft. Een paar van die wedstrijden tegen Atletico. Dit was wel... Ze hadden echt bedacht, we gaan hoe dan ook alles geven. Ja, en dat was tekend voor de hele wedstrijd. Alleen al hoe fel Feyenoord elke keer de bal afpakte. Dat was natuurlijk chapeau. Maar ook hoe slap het team van Ajax met dat soort momenten omgaat. Ja, hoe die was op een gegeven moment... Ik weet niet of je op een gegeven moment dat stukje had gezien. Dat leek wel alsof ze een soort bowlingpins waren. Ja. Dat je in het midden lagen er dan 2 over elkaar heen te struikelen. Daarna nog eentje die op zijn bek gaat. Ja, dat is waar die goal uitkwam. Ja, dat je echt denkt, jezus. Ja, dat met Tim daar had je, echt een Benny Hill muziekje achter kunnen zetten. Maar toen zat er al moedeloosheid in. Dus daar kan ik toen werd het 5-0 volgens mij. Dan kan ik me wel voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon niet meer weet waar je dan... Ja, je had op een gegeven moment de keeper heel snel de bal eruit deed. Ik had daar gisteren met... dat was de enige keer dat hij dat deed, overigens. Ja, want hij ging vanaf minuut 1 ging die tijd rekken. Dat je denkt... ja, maar toen stond het elftal nog helemaal niet. Nee, dat was dat moment met van de Bomen. Ja, maar zegt Renske, maar die keeper moet toch nou ook niet die bal daarin doen? Dat zeg ik aan de ene kant, klopt. Aan de andere kant, op voetballen op dat niveau... moest kijken hoeveel tijd hij nog had om een keuze te maken. Ja. Dat was echt... Ik stond echt kijken en aan dit doen. Er staan 11 spelers op Roelie naast. Staan er dus 11 spelers die geen idee hebben wat hun taak in het veld is. Echt geen idee. En de enige opdracht die ze hebben meegekregen, waarschijnlijk van het Schip, is blijf voetballen volgens de Ajax-filosofie. Dus ze bleven doe je best. Heel geforceerd. Heel geforceerd bleven ze voetballend de oplossing zoeken. Jaag die bal gewoon ervoor. Als je ziet dat het 3-0 is bij rust, dan ga je er niet meer... op je gemak proberen weg te tikken. Volgens mij heeft Van 't Schip gewoon afgesproken met de spelers. Als ik je naam roep en ik schreeuw maar wat, dan bedoelen jullie gewoon... Allee, is goed. Van 't Schip weet toch gewoon niet wat hij hier jongens, weet je, kijk, even de statistieken erbij gepakt. 30 schoten van Feyenoord om 1 schot. Ik zit gisteren in het stadion. Ik wil je gewoon even meenemen naar hoe dat is als Feyenoord support. Je hebt in het verleden 5-0 van ze verloren. Je hebt een keer 6-0 van ze verloren. 4-2, 5-2. Allemaal dat soort uitslagen, ja. Dus medelijden met dikke reet. Ze zullen eens een keer verliezen van ons. Je staat over 2 wedstrijden win je gewoon met 10-0 van Ajax in 1 seizoen. Ik zit in dat stadion. Grootste verliespartij van Ajax ooit in de Eredivisie. Hè? Ja. Ja. Is alleen in 1918 of zo hebben ze een keertje 9-1 of zo verloren of zo. En nog en een keer 6-0 in 1950 zag ik. Ja, maar dat is voordat de Eredivisie bestond. Ja. Ja, het is wel mooi dat als Tim statistiek niet zou doen, dat we gewoon na 5 minuten dat gaan versnellen. En dat hij gewoon maar jongens, kom nog op. Steeds bezig is. Kom op, even. Nee, maar weet je, het feit, ik wil je alleen maar meenemen dat je dus, je gaat naar dat stadion. Er zit zelfs nog iets in van, als je hem maar wint, je moet hem wel winnen hoor. Je moet hem wel winnen, weet je, zo. Nou, dan speel je die wedstrijd, dat je dan op een gegeven moment switcht dat naar het moment dat je baalt Ik zweer het je, ik baalde dat Rijkoff op goal schoot. Omdat dat het eerste schot op goal was. Ik dacht, balen. Want dat was leuk geweest. Dat je gewoon 0 schoten tegen op goal had gehad. Ja, ik zag dat de winst goals, is. Expected goals 0,00 was het. In de rust. Tot aan de 80ste minuut volgens mij. Oh, zelfs nog dat. Ja, en dat je gewoon denkt, jammer. Jammer dat het geen 7-0 is geworden. Want dat staat net wat mooier. Ja, het is bizar. Dat is het, weet je. En het is inderdaad niet geflatteerd. Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken, wel. Want je hebt gewoon één team wat gewoon... Je hebt wel afgekeken, Wilco. Ja, ik heb hem helemaal teruggekeken zelfs. Wauw. Ja, groot respect, Wilco. Terwijl ik de uitslag al wist. Het was echt een wat een masochist ben je. Het was een kwelling. Ik had een jiu-jitsu seminar. Dus ik heb en wat prachtig weer. Dus je had al klappen in je zak gehad. Ga je nog een keer? Nou, ik had er een moord voor gedaan als iemand me geburgd had tijdens die wedstrijd. Dan had ik tenminste stukjes open kunnen slaan. Maar het was ontluisterend slecht. Gecombineerd tegen een heel gemotiveerd, gewoon goed getraind Feyenoord. Want ze waren zowel fysiek, zijn ze veel beter. Gewoon puur iets wat je kan doen, hè? Dat is gewoon iets van... Je hebt een stopwatch en je hebt bloedwaardes en dat soort dingen. En je kan gewoon mensen toch laten... Dat ze in ieder geval even hard kunnen rennen. Nou, dat kunnen ze. Nee, maar zijn elftal kwijt. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, echt niet. Dan hadden ze vanaf het begin van liepen ze achter de feiten. Wat je opvalt. Dus tweede is... Feyenoord wordt wel gecoacht. Weet je wel, er staat een plan. Er is een idee. Nou, ik heb geen idee gezien. Echt geen idee. Weet je wat het idee was, Wilco? Nee, dat was er wel in het begin. Het idee was er om een soort Volendam na te doen. We gaan de boel traineren. Vanaf minuut 1 heeft Roelie tijd gerekt. Lagen er al gasten op de grond. Ja, maar zet dan 5 man achterin. En dan maar hopen op die 0-0. Maar toen werd het 1-0. En toen hadden ze zoiets van, maar dan blijven we gewoon hetzelfde doen. Maar het slaat toch helemaal nergens op, want het staat Hato weer links back. Terwijl die werd ook weggespeeld door die minting. Maar die gozer speelt zijn beste wedstrijden, speelt hij centraal achterin. En dan ga je hem weer op een andere plek zetten en dan moet je range. Ja, maar die had zo'n hekel aan Minté. Die zag gewoon, daar komt hij weer. Ja. Maar als je je spelers gewoon... niet eens op de juiste plek neerzet, dan moet je ook niet gek opkijken dat het verkeerd gaat. Nee, maar dat dan de Kaplan is dan nog een soort bron van hoop de afgelopen weken geweest. Zo van, dan hebben we Kaplan. Nou, die... Ja, maar de bronnen van hoop zijn dus een jongen die net 18 is geworden en een gozer die net 2 jaar lang in de prullenmand heeft gelegen. Ja, maar Wilco, dit zou voorheen toch nooit de excuus zijn geweest bij Ajax. Bij Ajax wordt het toch... Dat is het punt. Maar dat is toch te debiel voor woorden? Dat je gewoon... Ik heb je punten van hoop zijn. Ik heb wel wat Wilco zegt, daar geef ik hem wel gelijk in. Tuurlijk, ze liepen vanaf het begin achter de feiten aan en et cetera. Maar je kan wel fysiek getraind zijn. Manswerk en Tahirovic, wat was dat? Wat waren die aan het doen? Ik weet het niet. Maar dat was al vanaf moment 1, hè? Het was na 33 minuten pas die eerste erin gooien. Maar jongens, zullen we gewoon Wilco laten praten? Zullen we gewoon een half uur geven? Want er was een moment, Wilco... We hebben het nog niet eens over Kroes gehad, hè? Nee. Die hele we hebben het nu alleen nog maar over de wedstrijd gehad. Ik heb ook zo echt een paar grappen, maar die vind ik zo te grof dat ik ze gewoon niet wil maken. We zijn met 4 comedians in de podcast. Nee, maar dat maken we niet. Nee, maar ik heb af en toe luisteraars. Nee, maar ik doe het ook niet, maar het is, Er was een moment dat Timber de bal aangespeeld kreeg in de middencirkel. En in de hele middencirkel was geen Ajaxiet te bekennen. Op dat moment. Dat bedoel ik. Er is totaal... Die kon gewoon la 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 en zwaaien. En, het enige wat ontbrak, dat zij... Mijn broer zei, het smetje op de wedstrijd was dat Feyenoord de TOS verloor. En dat ze dus de eerste helft naar ons toe voetbalden. Normaal speelt Feyenoord de tweede helft naar ons toe. En ik hoorde ander iemand zeggen... Het enige wat nog ontbrak was dat iemand 6 keer ging hooghouden en zijn middelvinger opstak naar de camera's van ESPN. Dan was het helemaal compleet geweest. Ja, het is, er zijn Ajaxiden geweest die op de thuisvakken zaten. Wij zagen namelijk op Twitter voorbij komen een paar van die gasten. Ja, wij zitten daar gewoon met onze Ajax-tato's. Toen hebben ze... Ze heeft één gereageerd met... Zit je ook professioneel op SM, hoor? Als je daar... Ben je dan dom? Ik zat naast een vak waar er dus één vanaf werd geslagen. Die kwam er dus vooruit bij de 3-0. Dat was een soort zelfmoordterrorist, blijkbaar. Los me uit mijn lijn. Ja, kijk, ik ben altijd tegen geweld, maar ik vind het zo dom dat je dat doet. Er was één gast die had op Twitter gezet, dit nooit meer. Het had wel 10-0 kunnen worden. Maar ik moet zeggen, sfeerbeleving in de Kuip is wel heel hoog. Ik ga nu bij die en die tent een pizza eten. Dan denk ik, ja, ik zou je voor- en achternaam opgeven. En je thuisadres. Nee, maar... Oh. Ik denk echt dat er maar één manier was geweest om die gasten te motiveren, hoor. Dat je gewoon, en ik denk dat je dan gewoon een radicale tactiek moet toepassen als coach. En die is van de fear of death moet je in die ploeg krijgen. Ik zou echt gewoon, voordat je die wedstrijd... Want je weet al dat je naar de slagbank gaat. Dat wist je niet. Wilco. Nee, want ik ken dit. Ajax zegt altijd van tevoren van ja... Nee, maar je moet winnen. En ik snap dat, want dat is indekken. Maar je moet winnen en het wordt 100-0. En... Ik denk dat ik de enige manier heb gevonden om die gasten misschien te motiveren. Want kijk naar zo'n Bergwijn, die verdient 4,5 miljoen per jaar. En die speelt daarvoor 4,5 fatsoenlijke wedstrijd per seizoen. Dus, dat is voor ons het budget voor de hele selectie, hè? Dat is ongeveer de ratio. Ik zou gewoon zeggen, nou jongens, we gaan zo voetballen in de Kuip. Lever allemaal je telefoons in. Allemaal, ja, oké, in deze tas. Die geef ik aan de buschauffeur. Die rijdt nu alvast weg. Die komt jullie alleen ophalen als ik een fatsoenlijke prestatie... Anders zoek je het maar uit. Dan mag je gewoon een Max Verstappentje doen. Je loopt maar naar huis. En dan wegrijden. Ja, zoek maar... Doe maar iets. Een soort Hunger Games wil jij. I don't care. Fuck you. Weet je wel. Deur open, buiten stampen, succes ermee. Ja, dat. Doeg. En dat je ook als coach na 80 minuten opstapt. Zo. Nou, ik ga met de chauffeur weg. Tot ziens. Ja, ik heb ook het idee dat jullie niet genoeg doorhebben hoe lekker dit is voor een Feyenoord supporter. Dat je dus dat 2 keer in het seizoen wint, dat er een bus wordt opgewacht, dat het gênant is, dat het... Het was echt... Dit was zo zwak. Ik heb Volendam... Ik heb Volendam meer zien doen tegen Feyenoord dan dit Ajax. Ik heb sommige degradatiekandidaten meer zien doen dan dit Ajax. Ik heb toch al het hele seizoen op gehouden bijna. Dat als je enigszins gemotiveerd bent tegen dit Ajax, kan je van ze winnen. Nou ja. Ja, je zag het ook tegen Go Ahead. Als je zo gestoord in je hoofd bent dat je denkt dat Feyenoord thuis met lekker weer en een volle Kuip niet gemotiveerd is om van Ajax te winnen, dan ben je... Dat is natuurlijk... Ja, dat is wel zo logisch. Ja, wat denk je nou? We laten hier gewoon praten, Wilco. Het is echt heel erg. Zullen wij om tweede scherm anders in onze wedstrijd doen, Rob? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik stond gisteravond in Prinsenbeek nog. Dat is bij Breda. Ik ben vertrokken tijdens Langs de Lijn. En hoe dichter bij Rotterdam ik kwam met mijn autootje, hoe lekkerder het werd. Daar ben ik heel eerlijk in. En toen ben ik daarna naar huis gereden en de A58 was afgesloten, dus ik moest helemaal omrijden. Ik heb er 1,5 uur over gedaan. Maar ik had in de auto Studio Voetbal opgezet. En ik vond de 5-1 van ons lekker, maar dit was ook wel legendarisch. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja, ik weet niet. Het feit is heel kinderachtig. Het is heel kinderachtig, Wilco. Maar jij stuurde vanmorgen een filmpje door, Tim. Ja. Van die Ajax die dan gevraagd voor welke Feyenoorder zou je graag in een Ajax-shirt willen zien. Dit was 2 dagen voor de klassieker, hè? Nee, het was geen filmpje van het begin van het seizoen. Nee, dit was afgelopen week nog zelfs. Ja, want Hartman is geblesseerd. Dat is waar, natuurlijk. Ja. Nee, maar het is ook niet... Dat is ook gewoon omdat je als Feyenoord geen Ajax-ziet wil en Ajax-ziet geen Feyenoord. Nee, dus dat was een beetje flauw. Er was één man bij die zei, wij willen wat meer technisch begaafde spelers. Met fluwele traptechniek. Want dat was geen harde werkers. Nou, dat klopte wel. Er zat geen enkele harde werker bij jullie. Dat was de enige natuurlijk ook fluweel wat zij hebben, zijn de handschoentjes waarmee ze worden aangepakt op het veld. Ja, maar dat is natuurlijk ook die van de Vaart. Ik heb vreselijk om hem gelachen. Hij was in vorm gisteren, hoor. Hij was gisteren goed. Ik moet stiekem om hem lachen, omdat het gewoon... Het is een clown, maar wel een supporter, snap je? Dus ja. Ik heb ook wel erg om hem gelachen, hoor. Hij was wel echt gewoon... Alleen dan weer dat hij Nieuwkoop... Hij was nuchter, denk ik. Ja, hij was nuchter. Maar dat Nieuwkoop was ook dan... onnuchter op de wedstrijd. Dat Nieuwkoop dan weer het Feyenoord-DNA heeft, want van dat harde werken. Ik denk, ja, maar dat is al niet meer zo. Maar ik moet zo vreselijk lachen dat ook... ja, inderdaad dat filmpje van die mensen die dan zeggen... nou, wij willen geen enkele Feyenoorder... maar dat, als je Feyenoorders vraagt, die willen ook geen enkele Ajaxide. Dus dat is ook goed. Maar het is kinderachtig, Rob. Maar het is ook wat het mooi maakt dat je dit gevoel hebt... Omdat Ajax altijd wint. Omdat ze altijd... Daar zit het hem niet eens in. Niet in het feit dat Ajax altijd wint. Het zit hem echt in het hoofd. En de grote bek. Ja. Ja, nee, de grote bek erbij. En dan is het leuk dat iemand een keer... en over 5 jaar, wanneer ze weer wat beter doen, moet die grote bek er ook zijn. Want dat is ook wat Ajax is. Ja, maar dat is dus die rivaliteit. En dat is prima. En ik vond alleen wel typerend. Dat vond ik eigenlijk het meest typerende. En het zegt volgens mij alles voor die wedstrijd. Dat Brobbey niet gebracht werd, omdat ze dus al bij rust dachten, laat maar lopen. Want als we hem nu gaan brengen, het levert niks meer op. En dat vond ik bijna stuitend om te zien voor een Ajax. Dat is de enige die nog wel een beetje loopt te sleuren. Dat was het grootste compliment voor Feyenoord gisteren, dat Brobbey niet in het veld kwam. Omdat ze het al opgegeven hadden. Nou, zul je zien dat wij volgende week een gelijk spelletje of zo halen bij jullie, Wilco. Als je Stijn hebt en Vlap die weer gaat scoren, maar dan toch niet. Ja, Rots doet het ook lekker hoor, de laatste tijd. Ja, want Vlap heeft niet gescoord, hè? Dat is ook lullig, hè? Vlap heeft niet gescoord. Dat hij werd aangeraakt, bedoel je? Ja. Eigen goal werd het dan. Kloten, want ik heb hem dus met Scorito. Yes, eindelijk. Weer punten voor Vlap. Omdat hij scoort. Godverdomme. Dat was een goal. Nee. Hij is veranderd. Ja. Hij is aan die ander gegeven. Dus dat is het irritante. Ja, hij zat erin. Dat vind ik veel fijner. Ja, dat snap ik. Ik ga er niet vanuit dat we tegen Twente winnen. Dat lijkt me zeer, zeer. Is het uit of thuis? Nee, thuis, hè? Ja. Nee, nou ja, je ziet wel bij ploegen die in de arena spelen in de eerste helft een soort dat ze toch nog een beetje zo onder de indruk zijn of niet echt goed durven. Ik denk dat het bij Twente mee zal vallen, maar dat zag je ook bij Go Ahead. En dan wordt het 1-0 en je gaat toch zitten kijken en denkt toch, ja, dit wordt nog 1-1. Ja, ik denk dat sowieso Stijn nog wel een rekeningetje van zijn vader open heeft staan. Ja, dat is die een dubbele rekening. Die wil nog wel een hattrickje erin schieten, denk ik. Wat gaat er gebeuren bij jullie, Wilco? Want we hebben die vraag al vaker gesteld. Maar... Ik denk dat dit een dit mooi is. Bij iedere klap denk je, dit heb je echt wel de bodem. Hoe vaak hebben we deze week gewoon niet gewoon zo... Nou, the gift that keeps on giving. Het is weer raak. Wel, dat je, ik denk nu, als je voorspelt dat er... dat was toch gewoon iedere keer weer hetzelfde? Dat je... Ik zag een bericht van de Speld van de week. Er stond... Had je het gezien? Gedegradeerd naar de tweede divisie. Arena is ontploft. En Johan Cruijff was ontmaskerd als seriemoordenaar. Rustig dagje bij Ajax. Maar je zou toch bijna, als je voorspelt dat er een rattenplaag komt... waarbij iedereen rabies krijgt in de arena... dat je dan zegt... Inderdaad, van, nou ja, dat is nog goed mogelijk ook. Ja, het is zo'n seizoen. Want ik neem aan, gaan er koppen rollen? Kan dat überhaupt nog? Ik neem aan dat Van Praag ook moet wieberen nu, toch? Dat is ook zo mooi, dat die Van Praag dat dan vertelde. En dan zo doodelijk, ja, als we dat weten van die aandeel, ja, dan kun je niet anders dan... het is ook niet onze keuze, maar dan moet hij weg. En gewoon een dag later, ja, maar je hebt zelf ook aandeel. Ja. Ja, maar het ging natuurlijk niet om die aandelen, hè, dat hij aandelen had. Nee. Het gaat om echt handel met voorkennis. En nou, dit is ook weer zo'n soap. Dat je gelooft het gewoon. Je gelooft het gewoon niet. Die man die is dan financieel onafhankelijk. Die heeft iets van 15 miljoen bij elkaar geharkt in het bedrijfsleven. Met het SEG. Nou, wat is SEG? Dan ben je een zaakwaarnemer. Dan heb je wel verstand van contracten. En dan weet je wat de kleine lettertjes zijn. Hij heeft wel eens eerder gehandeld. Ze doen nu alsof hij niks weet. Hè? Ja, maar dat wist ik niet. En ik weet niet hoe de beurs werkt. Die 15 miljoen die zit niet bij hem thuis in een matras. Hè? Het is niet dat hij alleen maar aandelen Ajax heeft. Hij heeft gewoon andere aandelen ook en shit. En hij is afgestudeerd bedrijfseconoom. Dat betekent dat als je afgestudeerd bedrijfseconoom bent, dat je nu gewoon met z'n allen gewoon dat diploma gewoon door de play-in kan spoelen, omdat je niet eens weet wat handel met voorkennis is. Het is gewoon bullshit. Hij is vanaf 2022, toen hij voor het eerst werd benaderd, is hij al aandelen gaan kopen. Nou, maar dat weet Ajax dan toch ook, of niet? Ja, dat wisten ze niet. Dat wisten ze ook. Jawel, ze wisten het donders uit. Ze wisten het donders goed, maar zo'n raad van commissarissen, die weten dat ze op de schotsgrond zitten. Ze hebben die man binnengehaald. Binnenhalen met wetende, die kunnen we er over een paar maanden weer uitflikkeren. Precies, dat is een aas in de mouw. We moeten iemand binnenhalen die onze kont likt, want anders dan moeten we zelf voederen. Of gaan jullie er nu echt vanuit dat ze zo slim zijn daar? Jawel, want dat zijn dergelijke plusplakkers. Nee, dat geloof ik wel. Alleen, normaal gesproken zou ik geloofd hebben. Maar als ik zie wat er aan amateurisme plaatsvindt, als ik dus hoor, dat zei mijn broer, die zei van, joh, Tim, moet je je voorstellen dat je dus je bent een bedrijf, een beursgenoteerd bedrijf, en dan komt jouw voorzitter van de Raad van Commissarissen komt voor de camera om te zeggen, we kregen een Excel-sheet onder onze ogen. Dus wacht even, vertel me dat je een boomer bent, zonder dat je zegt dat je een boomer bent. Waarschijnlijk heeft Van Praag dit Excel-sheet ook nog uitgeprint en stond hij daarmee zo in zijn kantoortje. Het is toch, dat is al, ja, goud. Maar er is geen... Als je dat op de mail krijgt, dat je eerst nog bewerken, inschakelen moet doen. Inzoomen. En maar je hebt van twee kanten nu, heb je gewoon, er is een stammenstrijd aan de gang en allebei de kanten zijn gewoon kut. Want je kan zeggen over die Kroes wat je wil, of hij heel geschikt is of niet, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hij heeft zich al gediskwalificeerd. Ja. Dat is het probleem. Weet je wel, hij heeft zich met heel veel mensen, hij is een beetje dom geweest, of hij krijgt nu... Nee, het is gewoon hij krijgt nu de doodstraf voor door rood rijden. Nee, dit is gewoon... Kijk, natuurlijk is er nog nooit iemand gewoon gearresteerd door de financiële autoriteiten, omdat hij geld heeft verloren bij handel en voorkennis. Want dat maakt het ook nog zo dom, hè? Dat je gewoon... het is geen aandeel Apple. Je had gewoon exact hetzelfde hoeveelheid aandelen kunnen hebben. Als je helemaal nooit die aandelen had gekocht, maar je had gewoon bij het teken dat je gezegd, nou, dan wil ik mijn beloning in aandelen hebben. Dat is een heel normale constructie in het bedrijfsleven. Dan zeg je, betaal mij maar uit in een aandelenpakket. En dan heb ik skin in the game. Weet je wel? Prima. Maar dan is dat helemaal duidelijk en het wordt dan naar je andere aandeelhouders gecommuniceerd. En daar heb je helemaal geen last van. En dan heb je die tas met aandelen ook in de pocket. Alleen je bent niet zo'n paardenlul die nu echt gewoon voor eeuwig te boek staat als de gast die niet snapt hoe handel met voorkennis werkt. Ja. Nou, dan niet alleen, maar er komt nu toch een onderzoek van de KNVB dat hij in zijn tijd bij Go Ahead Eagles ook al aandelen Ajax had. Dus dan krijg je dan een dubbele petten. En bij AZ heeft hij ook gekocht. Dat is gewoon niet oké. Dat kan toch helemaal niet? Nee, maar het is gewoon... niet oké. Maar dus dan heb je, dat is partij Kroes. Die heeft dus aan allebei de kanten. Of hij is te dom en dan is hij ongeschikt. Of hij is te doortrapt en dan is hij ook ongeschikt. Weet je? En hetzelfde geldt voor die RVC. Je hebt twee Kroes in Nederland. Dat is Nelie Smit en Wolper. Hij neigt naar Wolper. Nelie Smit Kroes is ook behoorlijk fout, hoor. Ja, die is ook fout. Het is op welke... Ik denk dat hij het spectrum van Kroes ook trouwens. Je hebt het spectrum van Kroes. Is het een Duitse of is het een Nelie? Dat is de vraag. En in beide gevallen wil je er niet mee geassocieerd worden. Zal Mark Overmars hem nog een dikpikje hebben gestuurd? Gewoon met een lachenbekje erbij. Knipoogelde dikpik. Dus dat is kamp Kroes, hè? Want dat is een... Dat is een vriendenteam. Dat is het 5e zaterdag elftalletje. En die zit ook even misschien handig. Die zijn ook ledenraad. Ja, want dat speelt dan ook nog mee. Dat je een ledenraad hebt. Nou, dus dat is één kamp. En die probeert die raad van commissarissen eruit te tieven. En die raad van commissarissen die probeert Kroes eruit te tieven. Maar die raad van commissarissen, die heeft dus ook gewoon allerlei fouten gemaakt. En dan kan je dus twee conclusies trekken. Of ze zijn super stom en horen daar niet te zitten. Dat is één. Of ze zijn super doortrapt en horen daar niet te zitten. Weet je wat? Dus, het is, ze horen, maakt niet uit welke optie je doet. Ze horen er niet te zitten. Dat is gewoon het hele punt. Het zijn gewoon maar ze zullen nooit weggaan, Wilco. Nee, de plusjeplakkers.nl. Dat is echt... Nee, plusplakkers.nl. Maar van Praag, dat is ook wel echt gewoon zo. Het is opa verteld, hoor. Het is echt... Wat een arrogante gast is dat, zegt. Wat een arrogante. Dat past dan wel. Maar kan je niet gewoon als erelid gewoon op een gegeven moment op dat extra zachte stoeltje met dat kussentje... Voor dat aanbijkussentje. Ja, dat je dan gewoon lekker zit en dat je dan af en toe een broodje kroket in je mik. Maar het is het nou zo, Wilco, dat de ledenraad... Er is dus een ledenraad. Er komt straks een algemene... Hoe heet dat? Een bijzonder algemene... ledenvergadering. Nee, dus er komt een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering. Oh ja, aandeelhoudersvergadering. Daar zit Kroes dan wel bij. Dus de ledenraad, dus de club... Ja, Ricardo dan. Ja. De club is groot aandeelhouder. Ja. En dan heb je de ledenraad, maar de ledenraad zou de RVC eruit kunnen stemmen. Ja. En dan zou Kroes gewoon weer terug kunnen komen. Ja. Ik weet het niet hoe ze dat dan krijg je doen. Dan krijg je een ondermijningstactiek. Dan wordt het ordinair, toch, of niet? Wilco. Nou, het is toch al bloedordinair. Redelijk ordinair. Het is als er drie van die ego's... Het zijn ook altijd dikke ego's bij jullie. Er zijn altijd ook mannen waarbij als je op televisie zit... de haren in je nek overeind gaan staan. Ja, maar Rob, dat is toch per definitie bij iedere club waar succes is of... Het voetbal zit vol ego's. Dat klopt, maar ik kan altijd wel een bepaalde sympathie uitstralen. En ik kan het ook wel een heel rijtje opnoemen bij Ajax. Ik denk van, jezus, dat was op tv al een naar mannetje. Maar jullie hebben die crisis ook gehad. Ja, we hebben ook van die mannetjes gehad, hoor. Die ook dachten dat ze het wiel hadden uitgevonden. En met allerlei constructies en... ja, waardoor we hele lange tijd in de penarie hebben gezeten. Dus het is mogelijk. Het is ook mogelijk dat je het heel snel op de rit krijgt. Maar er is één ding, en dat heeft Thijs vaak gezegd. Als het bovenin rommelt, rommelt het op het veld ook. En, ja, dat is wat ze gewoon hadden moeten zeggen tijdens die persconferenties. Ja, als het boven een amateuristische teringzooi is... dan moet je niet verwachten dat het op het veld opeens wel... Want ik vond wel mooi dat ze gisteren nog zeiden van... joh, nee, dit slaat niet door naar het veld. Dat ik ook tegen de mensen met wie ik in het stadion zat zei van... joh, als het niet doorslaat naar het veld... kun je nagaan hoe het dan was geweest. Als het echt had doorgeslagen... Ajax is momenteel een chocoladefontein... waar boven stront uitgekropen komt. Dat is het. En heel langzaam diarree uitgespetterd komt. Wat heel langzaam. En in het begin heb je het niet eens in de gaten. En denk je, het is dezelfde kleur. En op een gegeven moment denk je, het ruikt anders. En ondertussen zijpelt het verder naar beneden. En die bak onderin, iedereen staat nog te dippen. En op een gegeven moment denken ze, nou, dit is niet meer tevreden. Wat is er aan de hand? En dan zie je pas, de stront komt boven uit het fonteintje. Daar komt het vandaan. Dit is de mooiste metafoor. Dit heb jij gewoon bedacht tijdens Paaspop. Oh. Ja, want toen heb ik chocoladefontein gezien. Mensen weten dat niet. Maar als je een keer opgetraind hebt bij Paaspop, weet je... Ik mocht niet in de backstage eten. Ik moest bij de crew eten. Ik had een crewkaart. Dus ik weet dat daar... Ik was daar en de chocoladefontein was er inderdaad nog. Ja. En de oesters ook? Ja, oesters ook. Lekker. Alleen de oesters durf ik nooit aan bij Paaspop. Omdat ik denk... Ja... Ik weet het niet. Mijn eigen chocoladefontein onder controle houden. Ja, precies. Eén chocoladefontein is genoeg. Maar het is natuurlijk bij Ajax... Ik was gisteravond, zat ik echt gewoon op een gegeven moment... echt gewoon in conspiracy theory land. Dat ik echt gewoon dacht van... Hè, hoe kan dit? En dan ga je toch een beetje fantaseren. En het heeft van... Ja, nou ja, de enige manier... Dus weet je, dan krijg je wordt bijna een soort George van Hout, maar dan van voetbal. Dat je dacht, oh wacht even, dit is een controlled demolition. Ze willen die club naar de kloten hebben, zodat ze van de beurs af kunnen halen. Als ze eenmaal van de beurs hebben afgehaald, dan kunnen ze een of andere wisseltruc doen. En dan is het opeens geen club meer, weet je wel. En dan kan je het wel gewoon kopen. Want Ajax is natuurlijk wel een heel interessant merk, weet je wel. Want overal willen ze die clubs kopen. Van Liverpool, Manchester United, weet je wel. Al die clubs, Paris Saint-Germain, die zijn allemaal gekocht, weet je wel. Door gewoon superrijke gasten. En als je dus gewoon eigenlijk Ajax zou willen hebben, dan moet je het eerst... vertieven, moet die hele structuur op de schop. Want die structuur is natuurlijk ooit een keertje neergezet, zodat die nooit in handen zou komen van iemand met geld. Dus ik zat echt gewoon op een gegeven moment in een soort shorts van houtmodus van helemaal conspiracy theory. Dit zou wel een briljant idee zijn als je die club helemaal naar de tering krijgt. Puur en alleen om hem dan op een gegeven moment in eigen handen te krijgen. Zodat je daarna gewoon voetbalmiljardair kan worden. En met gewoon die Europese Super League en dan meedoen en die bullshit. Dat zou wel zo. Ik hoor hoop in je stem, Wilco. Ik hoor hoop. Dat zou bijna bondvillenachtig plan zijn. Maar toen dacht ik opeens, oh nee. Het zijn gewoon echt hele domme eikels. Het zijn gewoon hele domme figuren. Bij Ajax. Het feit dat die Kroes multimiljonairs kunnen worden via SEG en dat hij dit niet weet, geeft alleen maar aan dat je gewoon al best wel een stuntelaar kan je gewoon helemaal binnen kan lopen in die voetballerij. Dat is toch gewoon gênant. Ik wil heel even nog iets. Hebben jullie die twee steekballen van Joey Veerman gezien? Ja. Mooi hè? Top. Oh. Ja. Het zijn de dijken. Ik zat in het stadion want ik moest spelen. Maar ik denk dat je het op het stadion niet eens in de gaten hebt. Maar de precisie en de snelheid. En het was echt... Weet je wat zo mooi is, Rob? Op dat moment dan... want laten we het inderdaad over de schoonheid van het spelletje hebben ook. Dan heb je... Wat jij zegt, je hebt het niet eens door. Omdat dat gewoon een paar keer gebeurt in de wedstrijd. Je hebt je focus op het vervolg namelijk. Je hebt het vervolg op die goal. En dan ga je zitten juichen. En dan zie je het op tv pas terug. Denk je, ja. Dat is echt heel strak, hè. En wat ik ook... Ik heb dat met... Bij Feyenoord was een paar keer dat dan Minte of Peixout dan een bal uit de lucht plukt. Gewoon van 40 meter. En hem stil op zijn voet legt. Ja. Dat al niet eens meer is. Want dat is normaal aan het worden, zeg maar. Maar de volgende stap is dat ze met zijn bipsje klaar. Weet je, dat komt bij je bipsje gaan zitten. Nee, maar dat zag je ook met Stengs. Dat vind ik altijd mooi. Dat probeer ik dan wel te kijken. Als ze zonder bal spelen, wie de leiding neemt. En zo'n Stengs, die zet dan druk. En die orchestreert het. En die zorgt ervoor dat die dan weer meeloopt. Zodat die meeloopt. Ja, dat is echt heel tof om naar te kijken. Maar... Ik vond wel bij PSV AZ vond ik ook wel mooi dat... Die verslaggever ook eens zei van, Luc de Jong, als hij er nog één maakt, staat hij tegelijk met Pavlidis. En dan wordt 5-1, heeft Pavlidis toch nog 1 goal meer. Kut jong. Dat er dus eentje blij in de bus zat. Ja, maar dat AZ is ook afgeschminkt, hè jongens, inmiddels. Ja, ja natuurlijk. Ik dacht, en echt serieus hoor, want AZ had een hele goede reeks eigenlijk te pakken. En ik dacht echt... je kunt allemaal onderuit gaan, maar bij Heracles zo hard onderuit gaan, dat niet iedereen verwacht natuurlijk. Dus ik dacht eigenlijk echt wel van, bij PSV, daar gaan we wel weer een ander AZ zien, maar... Nee, hè? Dit is het gelijk van Pascal Jansen natuurlijk. Ja, en dat is ook wel weer wat je gisteren zei, zo van, Thijs, gefeliciteerd met de voorrondes Champions League. Maar dat is altijd voor mij wat jij zegt, Tim, met Feyenoord, daar heb ik natuurlijk met Twente zo van, we moeten nog maar zien. Want, maar ik denk nu wel echt zo van, deze 8 punten, als we het nou weg gaan geven, zijn we ook wel echt aan het knoeien. Want dan denk Volgens mij, alles weg moeten geven, maar dan zouden zij ook nog alles moeten pakken. Ja. Er is een soort wet, ik heb hem afgekeken hoor, dat is van FC Afkikken. De wet van een jongen daar die zei, als je, maar dat geldt voor degradatiekandidaten, als je meer punten moet halen dan dat er nog wedstrijden zijn, ga je het waarschijnlijk niet redden. Dus als je nog 6 punten moet halen en je hebt nog 6 wedstrijden te gaan, ga je het waarschijnlijk niet redden. Nou, en dat is volgens mij, kun je dat bovenin ook redelijk. Want wat is het gat nu? Nog steeds 8 of 11 inmiddels? Bij ons? Ja. 8. 8, naar AZ toe. Ja, precies. Als je 8 punten, dat kan niet meer misgaan. Ja, maar je moet nagaan dat wij dus nog tegen AZ... zegt dat goed? Nee, we spelen nog tegen Ajax. Maar dan hebben we ook nog onze laatste wedstrijd Volendam en zo. Ik denk, we moeten 3 verliezen waarvan zij de 3 moeten winnen. Juist, en dat gaat niet gebeuren. Ik geloof het ook niet. Wat gaat er gebeuren met Vitesse? Want die gaan met een beetje pech gaan die het einde van de competitie niet eens halen. Dat is een groot verschil. met wat wij bij Twente hebben gehad. En dan natuurlijk niet met die rare eigenaren en zo. Maar we hadden het net over... weet je, als je over ego's? Nou, maar ook over dat we bij Feyenoord is er rommel geweest en moeite de bomen op. Wij zijn natuurlijk echt gedegradeerd. En we hebben echt alle putjes en kastjes en laadjes op moeten trekken. En het was één grote bende. Maar wij hebben wel een regio hier in Twente, waarvan ineens allemaal bedrijven gezegd, maar dit gaan we ons niet, dit laten we ons niet gebeuren. We laten niet een paar mensen die club kapot maken. En dat is toch wel een eenheid, waardoor je nou een van de gezondste clubs van de Eredivisie bent, hè. Die achterban, ook qua onderneming, ik geloof niet dat Vitesse dat heeft. Dat leeft daar niet zo. Nou ja, die club leeft wel, maar het is natuurlijk zo'n pestzooi. Ze hebben natuurlijk, wat het verschil is natuurlijk, bij jullie was het één man die het een beetje verkloot heeft. Klein beetje. Hij heeft ook wel ja-knikkers om zich heen gehad. Natuurlijk. Ja, precies. Maar goed, dat is dan één zo'n man geweest. Maar bij Vitesse is het natuurlijk jarenlang geweest, als ze een verlies hadden, werd dat er gewoon bij gelapt door die Russen. Ja, die hebben te lang op grote voet geleefd. Maar Vitesse heeft natuurlijk gewoon iets van 15 jaar lang zijn ze nu al gewoon dat er één grote geldschieter is. En voor de rest niets. Ja, en geen resultaat, hè? Laten we dat ook voor. En dat is iets heel anders dan heel veel kleine sponsortjes bij elkaar. Weet je, als er daar een paar van wegvallen, dan hou je altijd nog wel een paar mensen over die eens een keertje wat extra bij kunnen leggen. Weet je wel? Die is zo van, weet je wat, ik stort nog eens een keertje wat extra in de kas. Maar als je van één ding afhankelijk bent en dat valt om, dan heb je dat hele achterland. Dus een onbetrouwbare rol. En niemand gaat er natuurlijk instappen om het verlies van een paar eikels goed te maken. Nee, het is wel, ik vind het wel echt sneu. Want ik vind het wel echt een ploeg die gewoon in de Eredivisie hoort en hoort te bestaan. Het is wel echt... Maar dat vind ik van NAC bijvoorbeeld ook. Eigenlijk. Ja. Snap je? En Willem II ook, vind ik ook. Nou, oké, maar dat zijn dan nog... Dan kan je nog... Lekker laten zitten. Dan kan je nog zeggen, die ploegen blijven tenminste bestaan. Groningen. Ja. Nee, maar je zegt wel, Wilco, van er zijn geen mensen die dat verlies van een ander gaan opladen. Die zijn er wel en dat hebben wij gehad. Ja, die maar hebben... dat bedoel ik. Nee, maar dat is wel ook omdat dat heeft ook mee te maken dat een sterke achterban, ook qua ondernemers, die zeggen tot hier en niet verder. En dat is daar niet gebeurd. Er is geen organisatie. Kijk, wat volgens mij bij Vitesse aan de hand is bij Twente was het heel helder. Je gaat degraderen, er moet iets gebeuren. Kom, we zetten de schouders eronder. Als die man weg is, die man was weg, nu gaan wij het doen. Ja. Dat was het verhaal. En die man was in dit geval dat Munsterman. Ja, die had natuurlijk... Het verschil is, die man heeft niet met verkeerde bedoelingen gedaan. Nee, maar dan heb je nog het verschil, is dat Vitesse... Dat is een groot verschil, klopt. Ja. Maar bij Vitesse weet je van gekkigheid niet meer hoe het loopt. In wiens handen is het nou? Dan wil die het overnemen, dus. Dan wil die het doen, dan wil die het doen. Als het nou één kwade genius was... Dit is ook eigenlijk wat bij Ajax is. Bij Ajax is er gezegd vanaf het begin, het ligt aan Schreuder, het ligt aan Stijn, het ligt aan die, het ligt aan die, het ligt aan die. En dat iedere keer een ander poppetje wat weg moet. Dat is een beetje bij Vitesse ook natuurlijk. Dat je iedere keer weer een andere, dan die Coliperi, daar wordt alle hoop op gevestigd, blijkt toch een charlatan te zijn. Dan weer die, dan weer. Als je één kwade genius hebt die je kunt zeggen, die zetten we af en wij gaan het nu doen. Dat is een helder construct volgens mij. Trouwens even, laatste nieuws. Graham Potter was een groot gerucht dat die misschien naar Ajax... Vader van. Inderdaad. Die zou waarschijnlijk naar Ajax gaan. Heeft afgezegd. Ja. Toch? Ja, toch wel. Wie is Graham Potter? Die is... coach van Brighton en Chelsea. Wel een goede coach trouwens. Ja, het was wel hardnekkig gerucht. Maar dat is nu vandaag... hij heeft aanbod afgeslagen. Hij kwam er opeens achter dat er gewoon allemaal poep op zijn stokjes zat. Ja, op zijn spekjes. Ja. Hé, wacht eens even. Het is gewoon een strontfontein. Het is geen chocola. Waarom krijg je in één keer een duimpje bij? Ja, dat heeft ik vorige keer ook gehad. Ik weet nog niet hoe ik dat uit moet zetten. Doe even die twee vingers. Of doe deze. Probeer deze eens. Nee, even stilhouden. Kijken wat hij doet. Nee, andere kant denk ik. Deze. Toen kwamen er ineens ballonnetjes. Toch voor Graham Potter. Nee, wij niet. Hij alleen. Hij doet dan zo en dan komt het duimpje. Ja, omdat hij een Mac heeft. Ja, dat is... Nou, zelfs dat werkt niet meer, Wilco. Het is waarschijnlijk door Overmars geïnstalleerd. Je zou direct een piemel voorbij zien. Oké, maar wij zitten dus in de plooi, jongens. We hebben een kampioen, de nummer 2, nummer 3. Het is alleen even nummer 6. En de nummer 6. We hebben de nummer 6 die dadelijk play-offs moet gaan spelen in een ander stadion. Omdat de toppers... Daar heb ik ook nieuws over. Dat wordt waarschijnlijk de toekomst. Dat is lekker. Dan ben je seizoenkaarthouder. Nou ja, volgens mij is dat een troost dat je daar dan niet heen hoeft. Want het is 1250 zitplaatsen. En ik denk dat Halsma helemaal blij is met de veiligheid die gewaarborgd kan worden op een trainingscomplex. Ja, het is wel gênant aan het worden, hoor. Dit is echt het meest bizarre... Aan het worden ook. Nee, maar het is zo bizar dat je echt denkt, hè? Waar gaat dit eindigen? Dat je gewoon straks John van 't Schip met een verentooi tussen de toppers ziet staan. Wat gaat... Ik denk wel dat je gewoon... En dat is... Het gaat ook gewoon nog echt, denk ik, 2 jaar duren, minstens. Ja, voordat je er weer een beetje bovenop bent. Organisatorisch is het de komende 1,5 jaar een veldslag. Nou ja, je hebt natuurlijk deze zomer, je hebt geen TD, je hebt geen AD, je hebt geen trainer. Dus wie gaat de spelers kopen? Hè? Geen hoofdopleiding. Nee, dus wie gaat welke spelers kopen en waarom? Ja. En dat doe je normaal gesproken, begin je daarmee in december, hè, die lijstjes te maken. Ja. En dan heb je ook nog eens, wie in godesnaam stapt daar nog in? Ja, je krijgt Pascal Jansen. Dat bepaalde spelers niet meer willen komen. Want, dat denk ik... daar hebben we even geen... Ja, bepaalde spelers willen wel komen, maar die wil je niet hebben natuurlijk. Ja, precies. Nee, maar er gaan natuurlijk, weet je wel, waar je een paar jaar geleden nog... bepaalde spelers nog wel over de... Weet je, als ze twijfels hadden, kon je nog... je speelt in ieder geval Champions League en dit en dat. Je kan prijzen pakken bij Ajax. Ja. Nou, dat verhaal, dat gelooft niemand natuurlijk volgend jaar. Nee, want het is ook niet zo. Ja. Dat je Champions League speelt. Nee, maar weet je wel, het is geen rocket science of zo. Nee. Maar je gaat geen kampioen worden. Je gaat niet de beker winnen. Je gaat geen... weet je wel, dit wordt echt gewoon een... Dit wordt nog wel eventjes de poepfontein. Sorry voor de luisteraars die dachten dat we het niet zoveel over Ajax zouden hebben, deze aflevering. Maar deze week kon het echt even niet anders. Nee, en vinden we het echt erg. Zullen we de vragen doen? Hebben we vragen? Wil jij trouwens nog iets over PSV zeggen, Rob, qua kampioenschap? Wanneer denken jullie dat jullie kampioen gaan worden? Volgens mij hebben ze 2 scenario's nu die reëel zijn. Dat is over 2 weken en dat is over 3 weken. Ja. Dus ik geloof over 2 weken als Feyenoord ergens punten laat liggen en PSV de wedstrijden wel wint. En anders volgens mij over 3 weken. Ik geloof dat ze 3 overwinningen hebben dat het dan bekeken is. Want dan kunnen ze op doelsaldo al niet meer ingehaald worden. Dan zijn ze officieus met zoiets, ik weet het niet. Ja, je bedoelt over 3 wedstrijden? 3 wedstrijden, ja. Oh, ja, want het is een bekerfinale zitten tussen, ja. 3 wedstrijden dus. Ik heb trouwens kaarten, jongens. Ik ben ingelood. Ik zit erbij. Heel blij mee. Je hebt het nog niet gewonnen, vriend. Nee, dat weet ik zeker. Dat heb ik ook al eerder gezegd. En dat werd mij niet in dank afgenomen dat ik te voorzichtig was. Maar ik vind ze goed ballen. Ja. Maar heb je kaarten voor dan? Voor die wedstrijd over 3 weken van PSV? Ja. Nee, die bekerfinale. Lekker, man. Ja, wel leuk. Maar Feyenoord moet uit tegen Fortuna. En na de bekerfinale uit tegen Go Ahead. Dus die heb je ook nog niet zomaar gewonnen. Ja, die zijn ook nog niet zo... En dan daarna thuis tegen PEC. Ja. Dus, we gaan zien. Wij gaan het allemaal meemaken. Dus dan wordt het midweeks wordt je kampioen of je wordt op 5 mei kampioen. Ik geloof dat ze nu het meest reële scenario over 5 mei zijn. Oké, dat wordt een leuke bevrijdingsdag. Ik wou zeggen, dat voelt echt als een bevrijding, denk ik, die dag. Ja. Ja. Dan ben je dus de volgende dag bij de podcast ben je er niet bij. Oh, dat weet ik niet. Maar dan, je hebt toch de huldiging? Nee, maar volgens mij is de huldiging pas een dag later. Doe je dat niet 's middags meteen? Is dat een middagwedstrijd of is dat weer zo'n 16:45 wedstrijd? Ik weet het niet, maar het heeft allemaal met regelgeving volgens mij van de stad weer te maken. Ja, volgens mij zijn steden niet meer zo happig op om meteen na een wedstrijd... En ik begreep ook dat Toon Gerbrands dat ingevoerd heeft. Die heeft natuurlijk dat SEG meegemaakt in, wanneer was het? 2007, toen hij daar met die emmers met bloemen stond bij AZ en PSV kampioen werd. Volgens mij heeft hij destijds ingevoerd dat de huldiging, we gaan het niet jinxen. Dus we gaan niet op de dag zelf al alles voorbereiden. Want ja, we hebben allemaal nog de beelden op het netvlies van die gast die sticker van die bus van Ajax aan het peuteren was. Dat scenario... Want dat hebben jullie ook nog gehad, hè, Wilco? Dat was ook... Ik bedoel, wij kwamen niet eens in de buurt dat seizoen, maar... Nou, volgens mij hadden jullie ook een keertje zo'n soort dingetje dat iedereen dacht, was dat niet tegen Excelsior of zo? Ja, alleen we werden 2 weken erop wel. Dat was wel het verschil. Ja, precies. Maar dat zijn maar die timing dingetjes. Ik snap het. Thuis en met Kuit volgens mij 3 keer toen, toch? Of niet? Dat was dat seizoen, toch? Ja, maar dat had ik mooier uit kunnen pakken. Rob, ik bedoel meer op de dag dat je kampioen wordt. Ja, dat zal ook wel een feestje zijn. Ja. Dat bedoel ik. Ik zou dan laat ik even van afhangen of ik hem maandagmorgen aanschuif. Dat lijkt me wel leuk als je een knetterlam aanschuift. Ja, of je verliest en dan schuif je sowieso niet aan. Dat kan ook, hè? Hey, joh, dat was vorige week echt puur toeval, hè? Kut, Corneel. Corneel blijft nog in. De ploeg van Corneel. Jezus, ja, maar ik had net Paaspop gehad. En 's morgens zouden de kinderen weer thuiskomen. Nee, het was eventjes... ik was echt prioriteiten erop. Ja, de tering was ik. Oké, ja. We hebben dan de vragen van onze luisteraars. En blijf ze ook vooral stellen. Hartstikke leuk. Frank Delnoy, fijne zondag voor Wilco. Tottingham versus Nottingham. Niet echt de vraag. Wat is de vraag? Lekker. Lekker, een vaste luisteraar. Dat is wel duidelijk. Dan hebben we een vraagje aan Rob. Van Sander van de Bergmortel 7587. Vraag aan Rob. Vond jij 2, 4 en 5 april ook veel grappiger dan 1 april? Even denken, wat was dat? 2, 3, 4 en 5 april? 2 april was volgens mij... dat was de dag van Kroes. Ja, Kroes. Oh nee, dat was de dag van Kroes, ja. En 4 april was Van Praag. Ja, Feyenoord Volendam, denk ik. En PSV Excelsior nog. Ja. Dus... Ja, daar heb ik meer plezier aan beleefd dan die poep onder je schoen. Ja, dan komt ik zo vlakbij een fontein, grappen, die ik op 1 april uitgehaald heb. Ja, die dagen waren absoluut leuk, ja. Ja, oh, ja, wow. Ik schaam me er wel. Je moet je natuurlijk altijd focussen op je eigen clubje en op je eigen resultaten. Maar het is, sorry Wilco, maar het is echt wel genieten dit, hoor. Ja, maar het valt toch en staan toch ook bij je tegenstander. Als je altijd... ik hoor alleen maar neutrale supporters zeggen... Ja, maar je wilt toch ook een zo sterk mogen... Weet je wat, in mijn ideale wereld zou dit gebeuren. Ajax, 1 keer degraderen... en dan weer meteen terugkomen. Omdat op een moment dat ze ook maar iets zeggen... dat je kan zeggen... Oh, maar wie was er nou een keer gedegradeerd? Weet je wel, want de grap is, van de week ook... krijg ik een berichtje binnen met van Ajaxiden die zeggen... Die zeggen dus tegen mij van... Ja, liever 2 keer een slecht seizoen... dan 2 keer in de 24 jaar kampioen. Nou, dat wordt nog steeds tegen je gebruikt. Terwijl ik denk, nou, dan ga je ervan uit dat het 2 seizoenen... bij 2 seizoenen blijft. Dat is optimistisch. En daarnaast, daar gaat clubliefde niet over. Clubliefde gaat erover dat je opgegroeid bent in een buurt... of met ouders die je bij die club hebben geïntroduceerd. Je gaat niet kijken, waarom zou je dan voor Kambuurg zijn? Ja. Dat ben je ik weet niet waarom, maar dat ben je gewoon. En dit ook, als Ajax 1 keer zou degraderen, weet je hoe... Dit ook, die 6-0, dat blijft ze najagen natuurlijk dan altijd. Jij moet ze van... Ik heb wel een oplossing net op de app gekregen, jongens. Sorry? Een oplossing op de app. Ik weet niet of jullie hem kunnen lezen, maar ik vond hem wel heel grappig. Je hebt een dildo, wat? Huh? Levert Kok. En hoe was de wedstrijd? We zijn ingemaakt. Oh. De volgende keer moet je terugsturen, liever niet genoteerd op de beurs, dan uitgeschakeld door amateurs. Nee. Oh, mooi hoor. Mooi. T-shirtjes zijn te bestellen bij... Verleden, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En daar hebben we nog een aansluitende vraag. Dat zou wel mooi zijn voor de play-off wedstrijden. Ja, dat voortaan de naam is ook. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nee, dat het motto wel. Is om naar die wedstrijden in te gaan. Nee, dat, juist wel. Resultaten uit het verleden bieden wel garantie voor de toekomst. Ja. Oh. Oké, hebben we nog vragen? Nou, de laatste vraag. Mark van Bammel natuurlijk. Die heeft er, ik denk dat die voor ons allemaal is. Maar waarschijnlijk iets meer richting mij gericht. Ooit erover nagedacht om een complete cabaretshow over het Ajax-seizoen 23-24 te maken. It's a gift that keeps on giving. Nou, als ik deze aflevering... Klucht. Dat maken we er een klucht van. Allemaal die deuren die open gaan, dat iemand binnenkomt. Hallo! Aan de andere kant gaat er een deur dicht. Dat is leuk. Iedere keer als er een deur open gaat, blijken er allemaal lijken in de kast te zitten. Ik heb wel eens geleerd dat de waarheid soms heftiger is en grappiger is dan wat je zelf kunt bedenken. Ja, het is ook inderdaad een soort cabaretshow. Deze week gaat er weer iets komen. Ja. Oké, zullen we iets voorspellen? Ja. Laten we iets voorspellen. Wat er gaat gebeuren deze week. Jij doet al die polletjes, Wilke, hoor. Ja, kunnen we een polletje doen? Een polletje aan de luisteraars. Oké, laten we allemaal even eentje inbrengen. Wat gaat er deze week gebeuren? Bij Ajax. Wie wil er aantrappen? Ik denk dat Michael van Praag wordt gepakt op het versturen van dickpic. Oh, mooi. Zo'n hele trage dickpic. Nou, dan mag het ook een Polaroid-foto zijn. Ik denk het zwart-wit. Erin dat ze hem nog niet gepakt hebben. Niemand op een geschilderde canvas. Een miniatuur. Ja, met wel een goede lichtval. Oké, dus we hebben Michael van Praag met een dickpic. Rob. Ik dacht hetzelfde. Even kijken. Ik denk dat de volledige raad van commissarissen terugtreedt, omdat ze allemaal een heimelijke affaire met elkaars partners hebben. Maar ook bij een chocolade. Maar dat er echt gewoon een seksuele smerigheid uitkomt. Dat ze elkaar nu met modder gaan gooien en ze blijken ze allemaal fout zitten. Ik denk dat de wedstrijd, de eventuele play-offs-wedstrijd op de toekomst, met die in het vooruitzicht dat ze voortaan al hun wedstrijden gaan afwerken op de toekomst. Ja, en ik denk dat volgende week blijkt dat Danny Blind familie is van Voldemort. Of eigen suggestie, maar laten we dit... Het zou wel mooi zijn dat Ajax afscheid neemt van de toekomst. En dan niet van het gebouwde toekomst, maar gewoon stopt. Hey jongens, stel je voor dat... Ja, dat... Oh ja, die wil ik wel inbrengen. Ajax houdt eerder op te bestaan dan Vitesse. Nee, maar stel je voor dat één van deze ook echt uitkomt. Ja. Dan hoop ik niet dat mijn uitkomt. Nee, dat snap ik. Gun je niemand. Ik denk dat ook niemand dat zo geassocieerd heeft. Dat hij ze al lang verstuurd heeft. Maar dat hij denkt, ik weet niet wat er nou gestuurd wordt. Maar dat er dan ook zo'n dingetje, zo laagje voor laagje. Zo een fax. Een gefaxte pik. Een gefaxte dikpik, hé. Met alleen maar eentjes en nulletjes ook, weet je, zoals je zei. En dat je die andere fax dan ook terug moet brengen, omdat je lulde nog tussen zit. En dan je staat bij een faxapparaat en denkt, hé, een kleurplaat, er komt een kleurplaat aan, wat leuk. Barba Papa komt eraan, Barba Papa. Oh. Ja, of op een Excel-sheet waarschijnlijk. Oh. Nou jongens, het was een behoorlijke Ajax-aflevering, maar dat kon ook eigenlijk niet anders. Gelukkig hebben we erom kunnen lachen. Ik vermoed dat Ajax de komende week toch nog wel voorbij gaat komen. Ja, ik heb zo'n vermoeden van wel. Ja, dat is wel het meest spannend nog. Dus... dat is beslist. Halen ze de play-offs? Hey, dames en heren, lieve luisteraars, dank jullie wel voor jullie support. Vergeet het duimpje niet, like het, vertel er anderen over dat dit een geinige podcast is. Dat helpt ons enorm, dank jullie wel daarvoor. Ik wil Tim, Thijs en Rob bedanken. Mijn naam is Wilco, dit was Randje Buitenspel. Tot de volgende keer. Ciao. Bye. Ciao.